Christophe en Grace naar de dagboekkamer. Big brother, I love you. Big brother, and pow! Kijk eens, Praat. Hallo Grace en Christophe. Hey. Hello, Big Boss. Jullie hadden vandaag een secret mission. Ja. De secret mission van de hot tub. Ja, hot tub. Ja, het was eerder cold tub en dat was wel een ontzettende moeilijkheidsgraad. Dus als die warm was, dan had hij sowieso wel meer kans gehad om slagen, maar ja. Dat ding was ijskoud. Duidelijk. Daarmee is deze opdracht niet geslaagd. Geen extra geld. Maar er zijn uiteraard wel twee andere opdrachten van jullie geslaagd. Ja. De warmwatertablet opdracht en de kippenopdracht. Kijk hoe. Jullie hebben met deze twee secret missions 1000 euro verdiend. 1000 euro voor de jackpot. Yes. Maar ik heb nog een voorstel. Je kan dit geld ook gebruiken om nu een immuniteitspin te kopen. Die kost 1000 euro. Dan verdient de groep niets, maar dan heb je wel immuniteit. Grace, jij hebt al immuniteit. Dus als jullie de pin kopen, dan is deze voor Christophe. Aan jullie de keuze en jullie het dilemma. Deze week, want ja, ik zit sowieso in de gevarenzone. En als je gaat kijken hoeveel is een pin waard, 1000 euro. Gisteren hebben we wel veel meer verloren. Hè? Dus ik wil natuurlijk uw mening er ook over horen. Nee, je weet, Chris, sowieso, ik zie dit huis niet. Sowieso volgende maand, weet je wel. Sowieso tot de finale, als ik hier mag blijven, zonder jou. Snap je? Jij bent voor mij wel die energie die ik nodig heb. Ja, qua sfeer en gewoon als maat. Dus natuurlijk gun ik je sowieso wel de pijn. We kunnen inderdaad zeggen van, stel, wij hebben 2 van de 3 secret missions hebben gehaald. En dan kreeg ik een immuniteitspin. Ja. Dus dat kunnen we zo vertellen. En dat op of wat we kunnen doen, Grace, wat nog beter is. Jij hebt niet kunnen beslissen over die pin. En ik heb dat zelf. Alleen ik mocht eigenlijk kiezen of ik de pin pakte. Dan blijf jij sowieso buiten schot. Bon. Oké. Okay. Dat is wel lekker. Appreciëren. Dit ziet eruit alsof jullie eruit zijn. Ja. Ja. Let's go. Lieve mensen. Kun je even naar de woonkamer komen, alsjeblieft? En daar hebben we bij elke secret mission 500 euro verdiend. Dus we hebben 1000 euro voor de pot verdiend. Yes. Maar wij kregen juist het voorstel. Allee, ik kreeg het voorstel om oftewel een immuniteitspin te kiezen, oftewel die 1000 euro in de pot te steken. En ik heb, omdat ik natuurlijk niet in de meest comfortabele positie zit. Ik mag er niet mee kiezen, want ik heb al een pin. Dus wow. Alleen Christophe. Ja. En heb ik voor die pin gekozen. Dus sorry dat ik voor die pin heb gekozen en niet die 1000 euro in de pot heb gestoken. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Poeh.